Ik ben al helemaal gesloopt. Ik ga ze tukken. En hopen dat we morgen weer beter gaan. Yes, top dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Gierige Gasten. Het is een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat betekent ook weer even wat doen aan dat lichaam, hè Joost? Ja, het is weer tijd. En toen zaten we te denken, laten we een keer iets anders doen dan gebruikelijk. We gaan voor een Christian Bale dieet. Ja, wie is dat? Ja, Christian Bale is onder andere de acteur van Batman. Maar deze gozer heeft ontzettend veel extreme transformaties ondergaan. En voor één rol is hij zelfs teruggegaan naar 57 kilo. Toen zag hij er zo uit. What? Maar opmerkelijk was dat hij een half jaar later er weer zo uitzag. Het was 96 kilo. Bij dieet gaan volgen. Welke wil jij doen? Ja, kijk naar mijn gezicht. Dat kan wel even een klein rantsoen dieetje gebruiken. Ja, jij gaat op rantsoen? Ja. Acteur Christian Bale staat bekend om zijn ongekende lichaamstransformaties. Voor zijn rol in De Machinist viel hij in korte tijd veel af door te leven op een appel en één blikje tonijn per dag. Ja, dan ga ik gewoon lekker doen waar ik goed in ben. Ik ga bulken. In ieder geval is het allerbelangrijkste dat we even gaan kijken wat dat in ieder geval in 7 dagen gaat doen. Daarvoor moeten we natuurlijk eerst even een nulmeting doen en die gaan we halen bij diëtiste Nancy. Hey! Zo! Welkom Nancy. Zou je ons willen helpen met het mythische Christian Bale dieet? Fanatiek dieet. Wat denk je ervan? Voor jou wordt het een uitdaging. Ja, want hij mag maximaal 200 calorieën op een dag. Dat staat gelijk aan een blik tonijn en een appel. Dat is wat Christian tenminste at. Ja, en ik heb dan gewoon gelijk de vraag. Is dat wel gezond? Ik zou het niet aanraden. Je lichaam heeft gewoon een bepaalde hoeveelheid energie en brandstof nodig om zijn lichaamsfuncties te kunnen laten functioneren. Hoe lang zou je dit maximaal mogen volhouden? Wetenschappelijk gezien, 10, 14 dagen. En daarna is natuurlijk Christian Bale, na die rol in The Machinist, is die keihard gaan trainen een half jaar lang om uiteindelijk Batman te kunnen worden. Ja. Batman Begins. Ja, daar was hij 96 kilo. Mega gespierd, zag er top uit. Daarvoor is hij flink gaan bulken. Ja. Dus ik wil het bulkdieet van Christian Bale gaan volgen. Dus ik vraag me af hoeveel calorieën moet ik daarvoor innemen? Moeten we zo meteen wel eventjes berekenen. Gaan we aan de meting, gaan we eerst kijken van wat heeft jouw lichaam in de basis nodig. Daarbovenop komt bewegen en daarbovenop komt zo'n 10-20% extra aan calorieën voor die bulk. Okay. En dan is voornamelijk inderdaad veel eiwitten, veel koolhydraten, dus veel rijst met kip. Hey, ik ben wel benieuwd naar de nulmeting eigenlijk. Ja. Hoe staan we er op dit moment voor? Zullen we doen? Ja, helemaal goed. De weegschaal meet naast ons gewicht ook onze lichaamssamenstelling. Zo zien we precies wat ons vetpercentage en onze spiermassa is. Nou Joost, lang verhaal kort. Ik heb eigenlijk een te hoog vetpercentage, 24%, dat moet omlaag. Dus dit Christian Bale dieet komt voor mij als gegoten. Ja, en voor mij viel de meting alles mee. Ik dacht het allemaal veel slechter uitzien dan het daadwerkelijk eruit zag. Mijn vetpercentage is 17,6. Dus we gaan broodschappen doen. Ik ga ontzettend veel inslaan. We gaan net die hele voorzoek maar leeggeven. Ja. En jij moet 7 appels nemen en 7 blikken van mij. Ja, dus ik ben gauw buiten. Nou, gaan we eten. Dat is een verschilletje. Je hebt ook gewoon even voor de rest van de maand ingeslagen, of niet? Maar eerlijk, er zit alleen producten tussen die ik ook echt nodig heb. Dus eieren, brood, fruit. Hè. Ik moet nu eten, dus ik ben ook alvast begonnen. Maar ik loop al achter voor vandaag. Bananen, groenten, yoghurt, maar dan wel met dus 0% vet, high protein. Ja, ik heb lekker uitgepakt. Jij ook zo te zien? Ja, ik heb enorm uitgepakt. Ik was precies 10 keer zo weinig kwijt. Jij hebt voor 175 euro voor een week uitgegeven, ik 17 euro. 7 blikken tonijn. Eén blik tonijn is 100 calorieën, dus ik kom nog onder de 200 calorieën te zitten per dag. Ik heb al één appel op, dat heb ik net snel even gegeten terwijl Joost aan het afrekenen was, want ik hield het niet meer. De rest van de dag mag ik alleen nog een blik tonijn eten, that's it. Er zit wel een strak sportschema aan deze kant van het Christian Bale dieet. Dus ik ga zo naar de gym en daar zit ik gewoon de hele week. Dus vreed sporten. Dan wens ik jou heel veel plezier. Ik ga thuis op de bank liggen en wacht totdat mijn honger overgaat. Joost moet 3600 calorieën per dag binnenkrijgen en elke dag trainen om in korte tijd zoveel mogelijk spiermassa op te bouwen. Wat je gaat doen, je draait aan deze kant op en tegelijk doe je dus de andere knie omhoog. Goed zo. Ga door. Eentje nog, op en rust. Nee, check maar. Dat is de eerste training. Gisteravond gegaan. Heel veel vreten. Nu heb ik echt nog wat maaltijden in te halen. En dan moet ik morgen gewoon weer staan met mijn goede gedrag. Noemen we dit nog een keer. Oké, ik ben net thuis.
Deze doos heb ik omhoog gekregen. Oh, dit is zoveel. Dit moet ik dus allemaal op gaan eten. Het past niet eens in mijn koelkast. Dit staat er bijvoorbeeld allemaal buiten. Dus we hebben hier een avocado, kiwis, brood. Nou, dat is ook logisch. Eieren, groenten en fruit. Ik heb echt nog nooit zoveel fruit gehad. Kwarkjes voor in de ochtend. Kazen met beleg voor de brood. Ook in de ochtend. Dan mocht ook een lekker eitje erop. Nog meer groentes. En wat restante bier, wat dus eigenlijk niet in mijn dieet past, maar dat gaan we ook niet weggooien. Dit is zeg maar wat ik dagelijks in moet nemen. Dus magnesium slikken we erbij. We slikken ook wat probiotica erbij, wat vitamine D3 en ja, van die aminozure capsules. Dit past dus niet meer, dus ik dacht, weet je wat, fuck it, gaan we nu gewoon dit allemaal maken. Kilo kip. Groentes en dus een hele pak basmati rijst. En dan kunnen we dat mooi bewaren. En ik heb vandaag echt veel te weinig gegeten. Ik heb nog heerlijke risotto. En dat past in mijn dieet. Dus ik ga dit even opwarmen. En dan ga ik dit wegkanen. En daarna gaat die hele kilo kip in de pan. Voor een bulk moet je normaliter 15% of minder vetpercentage hebben. Joost begon op 17,6%. De kans is dus aanwezig dat hij meer in vet aankomt dan in spieren. Ben benieuwd. Bon appétit. Ik heb lang niet zo hard gesport en gesloopt. Ik denk dat ik morgen wel flink wat spierpijn zou voelen. Maar goed, het mag geen excuus zijn. Ik moet nu gewoon weer heel veel eten vandaag. Dus we gaan zo meteen lekker een bord rijst er binnen knallen. En dan doen we dat nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Verdomme. Ik heb totaal geen zin om te rennen, dus ik ga nu gewoon even lopen. Ik heb echt nul energie namelijk. Oh, staat bijna in de schijt. Trouwens, even één ding. Het is echt fucking koud als je niet eet. Dus dat is wel even een vervelend bijeffectje, zeg maar. Shaken. De tyfus. Ik zat echt tegen op een uur geleden. Ik ben helemaal weer gesloten. Oké, nou, we zitten inmiddels in dag 3. Ik moet zeggen dat ik het behoorlijk pittig vind. Elke ochtend eet ik niet. Dan zo rond 12 uur, het is niet 10 over 12, eet ik een appel. En 's avonds ga ik dan voor de tonijnstukken. Ik merkte vanochtend toen ik wakker werd, ik zag niet zo goed, mijn zicht was niet zo goed van de afstand. Ik struikelde heel erg over mijn woorden. Ik moet zeggen, het heeft een behoorlijk effect. Ik blijf ook heel erg in die hongerstand. Ik dacht, ah joh, ik ben het wel gewend. 7 dagen niet eten is nog veel moeilijker, maar dat is niet waar. Morgenochtend ga ik voor het eerst op de weegschaal staan. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of er al iets van effect is. Ben ik al een kilootje kwijt of zo? Dat zou wel lekker zijn. Ik ga nu voor de appel. In ieder geval, stay tuned. Goedemorgen. Het is iets over 6. Ik moet gaan sporten. En voordat ik sport, neem ik nog even een shakey. Dit zijn toch geen tijden, jongens. Een kleine tussenstand. Hoe gaat het? Nou. Zo, een kilootje er vanaf. Dat gaat hard. Ik krijg het nog niet voor elkaar om nu nog een bord rijst naar binnen te knallen. Daar is het echt te vroeg voor. Maar goed, dit dus, banaantje en dan gaan we weer bezig. Het is nu 8 uur 's ochtends. Ik merk dat ik 's ochtends de meeste energie heb. Dus ik denk, laat ik dat gewoon nu doen. Zijn we er ook vanaf. Ik voel me ook wel echt beroerd, hoor. Heel weinig energie in het lichaam. Maar dat is niet zo gek. Tot nu toe vind ik het een behoorlijke hel. Het is echt niet leuk. Als je als model een modellenklus hebt en je moet even snel 3-4 kilo afvallen, dan moet je dit doen. Maar dit moet je niet voor een lange termijn doen, dat heb ik al gemerkt. Het is 3 uur. Ontzettend honger. Dus ik doe nu gewoon alvast een beetje van de tonijn. En dan maar andere helft op 3 uurtjes. Ik heb heel weinig energie. Ik kan alleen maar op de bank liggen. Dus heel pittig. Dit is echt fucking smerig. Goedemorgen. Ik heb echt geen zin. Ik ben namelijk gisteren per ongeluk een klein beetje uit de bocht gevlogen. Ik heb iets veel gedronken. Ik heb een kleine kater. En mijn hele lichaam doet pijn van de spierpijn. Ik baal van mezelf, jongen. Echt alles wat ik wil is gewoon op de bank liggen. Even chillen. Even rustig aan doen. Even lekker een croissantje halen. En een sappie drinken. Maar goed. In plaats van dat gaat er weer een shake naar binnen. Ik heb zoiets doms gedaan. Ik had
had gisteren dus een etentje. Ik denk dat ik een uur lang heel goed ging. Ik zat gewoon water te drinken, terwijl iedereen lekker aan de wijn zat. Ik zat een blikje tonijn weg te eten, terwijl iedereen echt lekker voedsel aan het eten was. En ik ben op een gegeven moment gewoon compleet uit de bocht gevlogen. En ik ben nu ziek brak. Ah, jezus mina. Even kijken hoe ik deze dag ga doorkomen. We gaan gewoon weer naar de gym en we gaan knallen met mijn brak hoofd. Maar dit wordt een zware dag, kan ik je vertellen. Nog niet eens half zes. Ik ben al helemaal gesloopt. Dus ik ga zo tukken. En hopen dat het morgen weer beter gaat. Spittig, man. We zitten inmiddels in dag zes. En het is nu bijna 3:00 middags. En ik heb een besluit genomen. En dat is namelijk dat ik voortijdig ga stoppen. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat ik net even langs mijn moeder ging. En mijn moeder zegt, Jezus, wat zie jij er verschrikkelijk slecht uit. En ik voel ook gewoon dat ik heel veel ijzertekort heb op dit moment. Ik kan niet goed focussen. Dus ik merk dat dit zo'n ontzettende aanslag is op het lichaam. Erger nog dan vorig jaar bij 7 dagen niet eten. En ging mijn lichaam na 3 dagen over op een ander soort mechanisme. En dat heb ik nu niet, want nu eet je steeds heel weinig. Waardoor je lichaam denkt, oh, zie je wel, het is er wel. We willen meer. En dan gaat je hoofd nog meer signalen, of je hersenen krijgen nog meer signalen binnen van je moet eten. Ik ga hier gewoon even wat eten halen, denk ik. En ik denk ook dat de conclusie moet zijn dat je dit absoluut niet moet willen. Voor mij zit deze er gewoon wel op, denk ik. Ik heb het geprobeerd. Ik denk ook niet dat het heeft meegeholpen dat ik 2 dagen geleden alcohol heb gedronken. Misschien heb ik daardoor een nog grotere klap gegeven op mijn lichaam. Lekker jongens. Echt heel lekker dit. Zo, het is alweer de laatste dag. En ze zeggen altijd de laatste loodjes wegen het zwaarst. Dus het zal weer een bikkelharde training worden. Maar goed, ik moet nog even doorbijten. En dan zit de training erop. In principe zou Christian Bale nu een rustdag hebben in zijn schema. Wij doen er gewoon een extra sportdag bij. Maar dan wel ietsjes rustiger. Nog een keer, 10. Oh, lekker man. Ik ben heel benieuwd als we morgen op de weg gaan staan wat het resultaat is. Ik ben ook heel benieuwd hoe het Niels gaat. Die natuurlijk nu op vandaag zijn laatste appeltje en zijn laatste blikje tonijn leeft. En hoeveel er daadwerkelijk is afgevallen zometeen. Ik ben ook heel benieuwd hoeveel ik ben aangekomen in spiermassa. Ik ga nog heel veel doorbeuken en zie ik je morgen bij de weg. Oh. Zo Niels, heel benieuwd naar je ingevallen koppie. Ben je met giftige stoffen aan het werk, jongen, of niet? Ik zit hier tegen derde, maar niet te dichtbij. Ja, ik zweer het, Vic. Oh, jij zit in quarantaine? Ja, ik ben met iemand innig geweest die corona heeft. Aha. En dat is 2 dagen geleden gebeurd. En ik vertoon ook symptomen, maar ik ben vanochtend negatief getest. Maar voor de zekerheid moet ik dus... Oké, blijf op afstand. Ja, dit. Ja, maar dus jij kan niet meten? Ik kan niet meten, ik mag niet mee. Echt niet. Heb jij een weegschaal? Ik heb een weegschaal. Dan kan je dat wel meten. Dan is dat het enige wat je kan meten, is even kijken hoe je gewicht is nu. Moet ik even maar wegen nu? Ja, ga jij even ik wegen. Ik ga nu even wegen, wacht Top. Even. Oké, Joost. Ik ga nu wegen. Ik heb dus de afgelopen 2 dagen gewoon weer gevroten en gedaan. Dus ik kan me niet voorstellen dat er echt wat af is. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Oh, 34,8. Woehoe. Afstand, hè? Ja. Ja. En... Willen jullie het weten? Ja. 84,8. Nee! Je bent gewoon 1,5 kilo afgevallen. 1,5 kilo afgevallen? Woehoe, was het waard? Nee! Want ik ben ziek geworden. Ja. Ik voel me echt heel slecht. Ik voelde mijn lijf achteruit gaan. Ik heb nauwelijks kunnen werken, omdat ik elke dag op de bank lag. Dus nee, het was het absoluut niet waard. Doe geen appel en een blik tonijn dieet. Het is echt heel ongezond voor je. Ga ik alleen. Oké. Okay. Hey, beterschap, nou, Joost, hè? Ik zie het wel in de video dan. Heel veel sterkte. Dank je, ja. Lekker uitzieken. Ja, ik ga weer een weekje op de bank liggen. Later. Joost.
Doei doei, mannen. Nou, Niels is 1,5 kilo kwijt, dus het heeft wat voor hem gedaan. Ik vind het wel meevallen, als ik eerlijk ben. Ik had verwacht dat hij wel meer kwijt zou raken met zo'n heftig dieet. Maar goed, hij heeft ook opgegeven, zei hij. Ik heb een week lang gebuffeld. Ik ben nu heel benieuwd wat mijn resultaat is. Goedemorgen, Nancy. Ik zit hier naar te kijken, gewoon alle cijfertjes zijn veranderd. Ja, meestal ben je dan niet blij als je naar je gewicht kijkt als hij omhoog is gegaan. Ja. Volgens mij is dat dit keer heel positief. Hij is positief. Toch? Want je lichaam is gezonder. Je krijgt ook meer punten. Mijn dus dat betekent inderdaad je in-body score, je lichaam is inderdaad gezonder. Je bent in gewicht, ja. Ben je van 94,2 nu 98,4. Er zit wel een flink verschil tussen, gewoon 4,2. Dat is veel voor een week, toch? Ja, ja is... in een weekje is best wel veel. Wat mij opvalt is dus inderdaad die spiermassa. Kijk, er is 4,2 kilo bij. Daarvan is het meeste spier. Ja. Dan denk jij van, maar dit is 4,2, hoe kan dit? Ja. Komt omdat de spier bestaat uit vocht. Ja. Dus als je spier aankomt, komt er ook wat vocht bij. Okay. Kijk, meestal met een bulk ga je ook in vet omhoog. Maar die is bij jou gewoon naar beneden gegaan. Dus jouw lichaam, blijkbaar verbruik jij... Want ik heb nu dus een berekening gemaakt van hoeveel beweeg jij op een dag. Ja. En blijkbaar is jouw verbruik op een dag nog meer dan we berekend hebben. Ik ben mega blij met deze resultaten. Graag gedaan. En ik heb een klein beetje kunnen ervaren wat Christian Bale dus voor zijn Batman dieet heeft gedaan. Ja. Is heel intens, maar de resultaten liggen er niet om. Nee. Je kan veel bereiken. Ja. Ziet er goed uit. Dankjewel. Een week geleden waren we benieuwd naar het Christian Bale dieet. Niels is daarvoor op rantsoen gegaan, die is 1,5 kilo kwijtgeraakt en heeft het niet helemaal kunnen volhouden helaas. Wat ook jammer is, is dat hij niet een volledige meting heeft kunnen doen. Omdat hij in quarantaine zit. Maar goed, de resultaten van het bulkdieet waren erg indrukwekkend. Omdat het maar een weekje heeft geduurd en ontzettend veel kilo's zijn aangekomen in spier. En zelfs vet zijn verloren. Mijn hele overall body index, wat het ook mag zijn en heten, zag er ontzettend veel beter uit dan een week geleden. Dus we hebben al heel veel resultaten geboekt. Mooi. Wat kunnen we dan zeggen over het Christian Bale dieet? Is helemaal lijp. Weet je ook lijp is? Bram. Bram gaat de sloot in springen voor aandacht en dat kun jij zien. Dit moet je een klein beetje goed maken naar de kijker. En ik had wel een leuk ideetje, dat heb ik jou nog niet verteld. Maar ik denk bij 3000 likes van deze video gaat Bram de vijver in hier. Het regent, het is fucking koud. Niels, Jor, bedankt. Als deze video 5000 keer geliked wordt, dan gaat Niels ook. En volgende week zijn we gewoon weer terug. En dan rest het me alleen nog om de jongens van Fighters Fit te bedanken voor het weektraining. Jongens, bedankt.